Je eerste Eurispaar. Gabriel is 22, Portugees en op zoek naar een baan. Hij heeft een diploma, een beetje ervaring en is ijverig op zoek naar een baan in een ander land van de Europese Unie. In Zweden is Ingrid directeur van een KMO, een kleine en middelgrote onderneming. Voor een vacature in haar bedrijf is ze op zoek naar geschikte kandidaten. Zou een ontmoeting tussen Gabriel en Ingrid niet nuttig zijn? Dankzij je eerste Eurisbaan is dat mogelijk. Je eerste Eurisbaan is een initiatief van de Europese Commissie gericht op beroepsmobiliteit. Het helpt jongeren tussen 18 en 30 jaar, ongeacht hun kwalificaties, vaardigheden of ervaring, aan een baan in het buitenland door de toegang tot bestaande vacatures te vergemakkelijken. En ook de werkgevers hebben er baat bij, want hun onderneming wordt opengesteld voor personeel dat ze op lokaal, regionaal of nationaal vlak niet kunnen vinden. Gabriel doet wat opzoekwerk op het internet en komt uit bij je eerste Eurisbaan. Hij ontdekt dat de dienst voor arbeidsbemiddeling die verantwoordelijk is voor dit systeem hem praktische en misschien zelfs financiële ondersteuning kan bieden in de zoektocht naar een baan. Ingrid slaagt er maar niet in de ideale kandidaat te vinden in haar eigen land. Ze besluit contact op te nemen met de Euris arbeidsbemiddelingsdienst en het systeem te gebruiken om toegang te krijgen tot een grotere pool van getalenteerde werknemers. Je eerste Eurisbaan ondersteunt werkzoekenden, werknemers die van baan willen veranderen en werkgevers op verschillende manieren. Euris brengt de passende profielen van potentiële kandidaten samen met bestaande vacatures en bedrijven in andere lidstaten. En het geeft beide partijen praktische informatie en advies. De baan moet minimaal 6 maanden duren en in overeenstemming zijn met de nationale arbeidswetgeving. Gabriel registreert dus een cv en Ingrid haar vacature bij een arbeidsbemiddelingsdienst van je eerste Eurisbaan. De arbeidsbemiddelingsdienst selecteerde Gabriel voor een video-interview met Ingrid. Het interview verloopt vlot en Gabriel krijgt de baan aangeboden. Hij moet binnen enkele weken beginnen. Nu hij aangeworven is, kan Gabriel bij je eerste Eurisbaan rekenen op financiële steun voor zijn reiskosten en levensonderhoud bijvoorbeeld. Op haar beurt vroeg Ingrid financiële bijstand voor het opzetten van een integratieprogramma voor werknemers. Een ondersteuningspakket voor bijvoorbeeld opleiding en begeleiding om de overgang voor Gabriel in haar bedrijf zo gemakkelijk mogelijk te maken. Ook haar verzoek blijkt succesvol. De voordelen zijn dus duidelijk. Door het stimuleren van de arbeidsmobiliteit binnen Europa creëert je eerste Eurisbaan een win-win situatie. Voor jongeren aan het begin van hun carrière of jongeren die een andere baan willen in een ander land. Maar ook voor werkgevers die een beroep kunnen doen op een grotere pool van getalenteerde werknemers om hun bedrijven innovatiever en concurrerender te maken. Je eerste Eurisbaan. Gemakkelijker personeel en werk vinden in Europa.